Dit is een MOSFET. Je kan hem zien als een soort elektronische schakelaar, een beetje te vergelijken met een relais. Bij een relais stuur je een stroom door een spoel. Die spoel wordt een elektromagneet, trekt de metalen contact aan en daardoor wordt hier het tweede circuit gesloten of geopend. Als jij elektronica ook zo leuk vindt, like dan snel even de video en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. In apparaten waar een relais in zit, hoor je soms ook zo een getik en dat is eigenlijk dus het circuit dat gesloten wordt door deze elektromagneet. Bij MOSFET gaat het anders. Daar stuur je een spanning naar de gate. Die spanning verandert de halfgeleidbaarheid van het halfgeleiderkanaal, waardoor er een stroom kan vloeien tussen de drain en de source. Een relais heeft meestal 5 pinnen, maar deze heeft er een beetje meer. En een MOSFET heeft er maar 3. De gate, drain en source. Met die 3 pinnen kan je in praktijk hetzelfde doen als met een relais. Een groot vermogen schakelen met een klein signaal. Het grote voordeel is dat deze MOSFET veel sneller en efficiënter werkt, omdat er geen mechanische onderdelen bewegen. Wil je zien hoe je zo'n MOSFET zelf kunt gebruiken? Check dan de volledige video op mijn kanaal.